Veerle van Asselt is leerkracht in het lager onderwijs. Maar Veerle heeft ook vele hobby's, zoals carnaval vieren en natuurlijk ook kostuums maken. Veerle droomde ervan om van haar hobby haar beroep te maken en uiteindelijk is ze daar ook in geslaagd. In 2016 waren er hier verbouwingswerken bij de familie de Rijmaker en kreeg Veerle haar eigen atelier, waar ze kostuums maakt voor groepen uit Halle, maar ook voor ver buiten Halle. Wilt u als particulier hier ook terecht? Dat kan allemaal en ook als groep. Wij gaan eens kijken bij Veerle hoe alles in zijn werk gaat. Ik heet u welkom bij Atelier Macherie. Dat de naaimachine naait en de niet-machine niet. Dat de naaimachine naait en de niet-machine niet. Dat de naaimachine naait en de niet-machine. Ja, ik ben Veerle van Asselt, 43 jaar en eigenlijk leerkracht, lager onderwijs van opleiding. Maar toch wel altijd twee hobby's gehad, in die zin carnaval. Al meer dan 20 jaar en toch ook wel van mijn oma meegekregen. Het naaien, stikken, kledij maken enzovoort. En ja, zo tot een droom, een werkelijkheid gemaakt. En een naaiatelier begonnen in bijberoep. Je zit in het onderwijs, dus ik veronderstel dat je daar ook heel creatief moet zijn. Waarom wil je die creativiteit nog meer uitbouwen? Van in het begin dat we in de carnaval zaten, dan eigenlijk mijn living, die heeft altijd volgelegen met plakwerk en naaiwerk en snijwerk enzovoort. En dat was thuiskomen, maken dat mijn werk van school gedaan was, om toch nog kunnen te stikken, mijn strijk doen, om toch nog kunnen elke keer weer. En dat bleek nooit te veel. En eigenlijk heb ik loopbaanbegeleiding gevolgd, voor een keer te kijken van zit ik wel goed, zit ik niet goed. En dat naaiatelier kwam er altijd uit, maar ik zei altijd van dat is niet realistisch. En die dame zei, als ik je oogjes zie blinken, dan denk ik wel dat dat realistisch is. Ik vind dat je daar moet voor gaan. En dan, ja. Je zegt zelf met paplepel meegekregen van je grootmoeder. Wat intrigeerde jou daarin? Ik vond vooral het ontwerpen heel leuk. Gewoon dat je van een lapje stof iets leuk kunt maken. Gewoon kleding voor mezelf, voor mijn dochter. Maar dat gaat zelfs tot gordijnen. En sowieso carnavalkostuums. Dat vind ik nog altijd het leukste, omdat je daar eigenlijk heel creatief kunt in zijn. Echt je eigen toch wel wat inleggen. Verder doe ik ook retouche. Eigenlijk heb ik daar, ik deed dat veel voor mezelf, maar nu, ik weet, 3 jaar geleden als ik een nieuwe rit moest zetten, was dat oei. Maar nu gaat dat eigenlijk gelijk als niks. Dus dat ook wel, dat je daarmee ingroeit, zal ik zo zeggen. Hoe kunnen de mensen bij jou terechtkomen? Een Facebookpagina. We zijn bezig aan een website. Nu, via de Facebookpagina kan je sowieso mijn telefoonnummer zien. Kan je via bericht, via sms. Veerle, je spreekt van carnavalgroepen. Hoeveel kostuums moeten we ons dan voorstellen dat jij zo gemiddeld maakt per jaar? Echt helemaal afwerken is dat zelden of nooit. Maar dat is heel vaak een leuke wisselwerking tussen de groepen en mij. En vorig jaar waren dat toch een 150-tal. Ja, daar zat ook wel wat joke day, laatst 100 dagen bij. Ook een aantal individuele of groepen vriendinnen van 3-4 personen. Maar ja, een 150-tal. Ja. Vertel eens, wat zoeken de groepen bij jou? Zoeken ze stof? Zoeken ze een patroon? Zoeken ze een prototype? Of maak je het volledig voor hen? Wel, eigenlijk hebben zij daar een beetje de keuze in. Laat ons zeggen dat het grootste gedeelte komt bij mij met een idee. En dan gaan we samen dat idee uitwerken en stoffen kiezen. Ik maak een prototype met patronen. En dan zijn er heel veel groepen die eigenlijk het vermenigvuldigen van de kostuums zelf op zich nemen. Maar ze kunnen steeds bij mij terecht voor extra info. Natuurlijk kunnen ze ook gewoon stoffen komen kopen. Dat is geen enkel probleem. Ik heb een 500-tal stalen, denk ik, die toch wel geregeld vernieuwd worden. Maar verder sowieso ook kunnen de groepen in samenspraak met mij hun kostuum laten maken. Een deel of helemaal, zoals ze zelf wensen. En wat het budget toelaat natuurlijk. Over welke timing spreken we, zeg gemiddeld, per kostuum? Ik denk een kostuum moet je toch tellen een 4-5 uur voor één kostuum. Maar dan spreek ik niet de details erbij. In die zin bijvoorbeeld de lichtjes erin naaien. Dat is iets wat eigenlijk sowieso de groepen doen. Of nog extra accessoires of extra lint of zo erop. Of de hoed erbij. Dat zijn, dus we spreken dan eigenlijk vooral over het stuk blouse, rok of die zaken.
de afwerking erbij, dat is meestal voor een, ja, ik denk een uur of vijf maximum. Veerle, hou je ook rekening met de budgetten van de mensen? Zeker, zeker. Dus sowieso al bij de stofkeuze kijken we daarnaar. Voilà, kijken wat zijn jullie mogelijkheden. Want ja, er zijn stoffen 3 euro de meter, maar je hebt er ook van 30 euro de meter natuurlijk. We kunnen daarin compromissen sluiten in die zin van we vinden die van 30 euro mooi, dan doen we een klein stukje daarvan erin. En in het maken, prototype maken met patronen bij, komt op 300 euro. Dat is sowieso altijd. Maar dan nadien maak ik eigenlijk echt een detailofferte waarin staat hoeveel alles kost om te laten maken. En dan bespreek ik samen met de klanten, voilà, kijk, wij kunnen zoveel spenderen en dit zien wij wel zitten, kan jij dit doen? En zo komen wij tot een compromis. Veerle, nog één vraag. Van waar de naam Macherie? Aha, leuke vraag. Ik heb er juist al gezegd dat ik een zoon en een dochter heb. En mijn dochter die noemt mij Macherie, heel vaak. En dan heeft de zoon eigenlijk het logo ontworpen. En zo is het een beetje voor mijn twee kinderen toch. Veerle, je doet dit ook niet allemaal alleen. Vertel eens, wie is jouw grote hulp? Mijn grote hulp is mijn man eigenlijk. Het begint al bij het eerste. Ja, de mensen komen langs met ideeën. We kiezen stoffen, maar dan moet daar een tekening van gemaakt worden. En ik kan wel patronen maken, kostuums maken, maar die tekening, dat lukt me niet zo. Dus wat gebeurt er dan? Dan vertel ik wat ik wil, hoe ik het zie. En Erwin, die maakt die dan. Waar trek jij dan de grens tussen kostuums voor je eigen groep of kostuums voor iemand anders? Want dat moet niet makkelijk zijn, hè? Nee, dat is niet gemakkelijk. Want soms zeg ik dat door van, voor bijvoorbeeld in onze categorie, van je maakt die kostuums te schoon of dit of dat. Maar dat is, ja, dat is een onderscheid dat je moet maken tussen privé en hobby in feite. Dus die kostuums maken, dat is, ja, sorry voor het zeggen, geldwinning. En dus dan moet je dat kunnen tot een juweeltje brengen, waar dat andere mensen jaloers op zijn, ondanks dat dat ons kan slechte punten dan later bekomen als groep. Het siert jou dat Veerle vertelt van dat je zo perfectionistisch bent voor alle andere kostuums ook, hè? Ja, ik vind als hier iets buiten moet komen, dat in orde is.